Hallo, een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Herman News. Ik zit hier vandaag even lekker in het park van het zonnetje te genieten. En natuurlijk een beetje de eendjes te voeren hier. Maar uiteraard, ik ga met jullie de nieuwspunten presenteren. Laten we even een stuk die kant op gaan. Dan kunnen we het gekwek van de eenden eventjes omzeilen. Nou, het eerste wat ik met u wil mededelen gaat natuurlijk over de conferentie van Bart Doornweert. U weet het allemaal, het dienstbaar in de kracht van de Heilige Geest. Nou, Bart Doornweert zal hier ook weer zijn. 26 tot en met 28 augustus komt hij in Christelijke Gemeente Hermon. Nou is er een hele belangrijke boodschap ook voor jullie allemaal. Want we weten, hè, deze driedaagse cursus van Bart Doornweert, dat is toch wel een belangrijk evenement. Het duurt dus toch best wel groot. En er wordt ook gevraagd of wij als Christelijke Gemeente Hermon hen kunnen ondersteunen. Dus er zijn nu werkers eigenlijk gevraagd. We zoeken naar werkers, dus mensen die ons kunnen helpen bij het dienen, zeg maar, van de mensen bij deze dienstbaarheid in de kracht van de Heilige Geest. En voelt u zich dus geroepen, kunt u zichzelf aanmelden via een e-mail. Dat kan naar secretariaat@herman.nl. Dat kunt u zelf opgeven. Ook hebben we nog op zoek naar gastgezinnen. Er komen dus mensen vanuit alle plekken van Nederland. En dus zoeken we ook nog de mensen die, zeg maar gastgezinnen ook. Die zichzelf hun huis willen openstellen. Voor mensen die misschien een slaapplek nodig hebben of iets dergelijks. Dus laat het dan even weten. Ook dat kunt u mailen naar secretariaat@herman.nl. Nou, de kosten voor deze conferentie zijn €45 per persoon. En deze prijs is uiteraard vastgesteld door Bart Doornweert zelf. En aanmelden kan voor deze conferentie via www.griekseiwam.ede.nl. Nou, laat ons even weten. Mocht u zich daarvoor geroepen voelen, dan kunt u zich daar gewoon via die website aanmelden. Werkers zijn dus gezocht en ook gastgezinnen. Laat even weten via secretariaat@herman.nl. Nou, het volgende wat ik u wil mededelen gaat over de Benefit Diner. En de Benefit Diner die zal ook weer een plaatsvinden, dit keer op zaterdag 5 september. En u weet, hè, we moeten weten, de keuken moet weten hoeveel mensen er dus komen om te gaan eten. Dus laat even weten, dat kunt u ook gewoon doen via secretariaat@herman.nl, dat u wilt komen. Mocht het zo zijn dat u mensen uitnodigt van buiten, dan kunt u zich ook laten aanmelden via secretariaat@herman.nl. Nou, de kosten zijn duidelijk, hè, €10 per persoon voor volwassenen, dat is dus vanaf 12 jaar en ouder. Van 0 tot en met 5 jaar is het gratis, van 6 tot en met 11 jaar is het €5 per persoon. Houd het even goed in de gaten. Nou, en er komt ook nog een familiedag en dat wil ik even u aan uw aandacht brengen, want op de 19e september zal een familiedag zijn. Reserveer deze datum goed in uw agenda. Want die familiedag die is natuurlijk ook voor geheel Christelijke Gemeente Hermon. Bent u dus ook lid van Christelijke Gemeente Hermon, dan is het de bedoeling dat u ook graag u erbij aanwezig hebben. Nou, het zal dus van 12 tot met 6 zijn. En ieder mag wel wat lekkers meenemen. We gaan deze dag dus ook lekker barbecuen. En we zorgen ervoor dat het gewoon een gezellige dag wordt. Ook gaan we zorgen ervoor dat het opengesteld wordt voor de wijk. Dus we maken ook tevens gelijk een buurtfeest van. Nou, houd dus deze dag goed in uw agenda. 19 september van 12 tot met 6 zal er dus een familiedag zijn voor Christelijke Gemeente Hermon. En tevens ook een buurtfeest voor alle anderen uiteraard die van de buurt. En dan last but not least, in de maand augustus is het dus vakantie, dus deze gehele maand. Dat betekent dat de discipleschaptraining, zowel als het ondersteuningsteam, dus niet zal plaatsvinden. Het ondersteuningsteam is dan even gestopt in de gehele maand augustus. Hetzelfde met de discipleschaptraining. U krijgt vanzelf weer bericht wanneer de zaken weer zullen voortgaan. Nou, dit waren eigenlijk voor nu even alle nieuwspunten. Ik ga weer even terug naar de eendjes, lekker even voeren. En dan en genieten van het zonnetje natuurlijk. Ik wens u ook een gezegende zondag nog en een prettige week. God zegen.